je een hele speciale kerstgroet aan iemand mag sturen. Wie zou dat zijn? Aan mijn oma. En leg eens uit. Mijn oma is echt een schatje. Omdat, ja, ze heeft vroeger altijd voor me gezorgd. Toen mijn moeder en mijn vader gewoon naar werk moesten. Dus je hebt een hele speciale band met haar. Ja, en nu zorg ik meer voor haar. Oh, mijn zusje en mijn zwager. En heeft u daar een speciale reden voor? Ja, die doen alles voor mij. Ze zijn zulke schatten. U bent heel gek met ze. Ja, en zij met mij ook. En zou u dan een kaartje sturen? Of? Nee, want ik zie ze heel vaak. Jo, dat kan ik zo gewoon helemaal niet bedenken. Is het een moeilijke vraag? Nee, maar ik zit veel verder weg te denken aan heel andere mensen. Dus niet direct Almelo. Maar ik zit op dit moment aan iemand in Oostvoorne te denken. Die net van de week de man is verloren. Ja, dan denk ik van ja, daar ben je mee bezig. En zou je die persoon een kaartje sturen? Dat heb ik al gedaan. Nee, dat heb ik al gedaan. Ik heb wel van me laten horen. Maar het blijft een beetje van hè, wat naar voor... Ja, deze tijd. Ik zou wel een speciale kerstgroet willen doen aan mijn vriendin Manuela Egberts. En waarom omdat, speciaal haar? Omdat zij altijd zo zorgzaam voor mij is. En gaat u haar een kaart sturen bijvoorbeeld? Of heeft u dat al gedaan? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee, nee. Dat bent u wel van plan? Nou, geen kaart, maar ik wou wel iets leuks voor haar kopen. Mag ik zo onbescheiden zijn om te vragen wat dat dan is? Ik denk iets van een geurtje of een crème. Aan alle mensen die bij de voedselbank lopen. Dat vind ik zo'n geweldig project daar. Dat vind ik heel mooi. Wat zou u de mensen willen toewensen? Een goed 2023. Zowel goed als gezond. Wat is de reden dat u speciaal aan de mensen denkt die afhankelijk zijn van de voedselbank? Ik zelf kan me goed redden, dus ik vind dat het heel belangrijk is dat de andere mensen ook iets meer krijgen. Ik begrijp dat ze een speciale plek in uw hart hebben. Ja, helemaal. Aan wie zou jij een speciale kerstgroet willen sturen? Aan mijn opa. En is daar een speciale reden voor? Ja, want mijn opa die is er altijd voor me als ik het moeilijk heb. En hij luistert altijd zeg maar, naar me en probeert mij het beste advies te geven. Jeetje, u overvalt me hier wel heel erg mee. Jeetje. Nou, u mag er ook rustig even over nadenken. Hè? Rustig even over nadenken hier. Nou, dat kan niet rustig, moet ik zeggen. Ja, nou weet je. U mag ook familie zijn. Het mag in principe iedereen zijn wat ons betreft. Nou, ik denk aan mijn moeder. Maar mijn moeder is nu 11 jaar weduwe en mijn moeder is nu 92. Ik ga er bijna van huilen. En mijn moeder doet het zo ontzettend goed alleen. En ik ben heel trots op haar. Hoe zou die kerstgroet eruit zien? Wat ik erop zou schrijven? Of, ja, als u iets van een kaartje geeft. Ik word helemaal ontroerd, hè? Op het ergste toch? Nee. Als ik iets van een kaartje geef, dan zou ik... Ik zou daar, denk ik, heel iets eenvoudigs zou ik uitkiezen. Of misschien gewoon een kaars, iets met licht. En dan zou ik gewoon op zeggen, mam, ik ben ontzettend trots op je. Omdat je het zo ontzettend goed doet. Is haar reactie belangrijk voor u? Mijn moeders reactie, gatsie. Mijn moeders reactie is heel belangrijk, altijd al. En soms baal ik ervan en denk ik, kom op, ik ben zelf ook 69, kom. Aan wie zou u een speciale kerstgroet willen sturen? Nou, ik zou dat eigenlijk aan mijn opa willen doen. Want zijn moeder is vorige week overleden. En ik hoop voor hem dat hij wel een fijne kerst zou hebben rondom dat zijn moeder is overleden. Want hij heeft er volgens mij wel heel zwaar mee. En dat is voor mij ook niet fijn om te zien. En voor mijn moeder dan zelf ook niet, want dat is haar vader. Dus ik hoop dat hij nog een fijne kerst krijgt. Aan mijn broer, ja. En heeft u daar een speciale reden voor? Ja, want zijn vrouw die is niet meer thuis. Die heeft Alzheimer, die zit in zijn huis en hij is alleen thuis. En zou ik hem wel een hart om de riem willen steken. En hoe zou u die kerstgroet brengen of sturen? Nou, voor zoveel mogelijk wensen wij je toch fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar. En hoe zou de kerstgroet luiden? Nou, ik zou er zelf naartoe gegaan zijn, misschien met een kaartje of een bloemetje. En er wel voor gezorgd hebben dat het een mooie kerst zou zijn en laten merken dat wij er wel voor hem zijn. Zou u aan iemand een speciale kerstgroet willen sturen? Ja,
aan Mijntje Mensink Jansen. Waar ik net vandaan kom. Super lief. Geboren en getogen. 60 jaar in een huis gewoond. Moet nou noodgedwongen naar Hoogschuilenburg. Super vrouw. Super. En hoe zou u die kerstgroet sturen of brengen? Ik heb haar al een kaart gebracht. En daar heeft u ook iets op geschreven, neem ik aan? Ja, ik heb erop geschreven dat ik nou minimaal elke maand een keertje bij jou kom. En hoe heeft ze gereageerd? Uitstekend. Ik ben heel blij, zegt ze, dat we contact met elkaar houden. Nou, dit is een hele mooie kerstgedachte, zou ik zeggen. Ja. Krijgt u ook kerstkaarten of kerstgroeten? Jazeker, ja hoor. En wat schrijven de mensen dan op de kaart of op de brief? Dat het allemaal gezond en wel in 2023 mag zijn.